Het spelletje koersbal waaide in de jaren 80 vanuit Australië over naar Europa. In Oud-Gastel was dinsdag de 13e editie van de jaarlijkse koersbaldag. Een initiatief dat toendertijd door Jan Dinkelaar is doorgezet. Koersbal is een balspel dat sterk lijkt op jeu de boule. Het grote verschil is dat het binnen wordt gespeeld. Ouderen uit alle hoeken van de provincie kwamen voor een gezellige dag naar Sporthal Het Veerhuis. Organisator Piet Herrijgens was in zijn nopjes over de sfeer. Mensen zijn allemaal tevreden. Een mooie zaal, een mooie gelijke vloer, want daar gaat het over. De vloer moet perfect zijn. Als de vloer niet ongelijk is, ja, dan speelt dat niet lekker. De deelnemers zijn op leeftijd, maar ze zijn niet minder fanatiek in hun strijd om de prachtige bekers. We willen allemaal winnen, hè. Het is altijd een beetje sport. Je kan er maar eentje winnen. Er zijn er wel bij die misschien op de puntjes zitten. Dat is wel leuk natuurlijk, hè. Een beetje spanning en een beetje extra ambitie erin te brengen in de koersbal. Er zal hier of daar wel eens even over een puntje gemoppen worden. Maar over het algemeen gaat dat wel goed. Dus ja, iedereen wil graag winnen, maar het voornaamste is dus om mee te doen. Iedereen wil winnen, maar het is gewoon gezellig bij elkaar, hè? Heel gezellig en ze mogen nog meer organiseren. En ik raad elke ouder aan die nog een beetje uit de weg kan koersbal te gaan doen.